Yo, gasten, Semken hier en vandaag ga ik jullie uitleggen wat je allemaal moet weten wanneer je wilt beginnen met vapen. Nu, ik vape al sinds de zomer van 2015 en ik heb alles zelf moeten uitzoeken en ondervinden, dus wil ik jullie het makkelijker maken met deze video. Vapen komt van het woord vaporizer en dat betekent verdamper. Dus een vape een elektronische sigaret noemen is eigenlijk niet juist, omdat een vape de e-liquid verdampt en niet zoals bij een sigaret de tabak verbrandt. Hoe werkt een vape? Er zijn drie belangrijke onderdelen bij een vape. Dat is 1. De batterij. 2. De coil. En 3. De e-liquid. En dit is hoe ze samenwerken. De batterij stuurt een stroom door naar de coil. In de coil zit katoen en een gloeidraadje. De katoen is doordrongen met e-liquid. En door de weerstand van het gloeidraadje komt deze zeer warm en verdampt uw e-liquid en zo inhaleer je dan de vape. Welke soort vape-toestellen bestaan? Er bestaan drie soorten vape-toestellen. 1. Wegwerptoestel. Hierbij kan je de e-liquid niet aanvullen. Je kan het toestel ook niet opladen. En het ziet er meestal uit als een sigaret. Het volgende soort vape-toestel dat er bestaat is er één met een tank of reservoir. Deze zal je het meest van al zien. Dit soort toestel is meer voor langdurig gebruik. Hierbij kan je de coil wel veranderen. Je kan het toestel ook opladen en je kan de e-liquid ook aanvullen. Nu, er bestaan zoveel merken en kleuren van dit soort vape, dus je moet zelf een beetje uitzoeken welke stijl je wil opgaan of hoeveel je wil geven voor dit soort vape. De laatste soort toestel dat je hebt is een dripper. Dit is meer voor mensen met meer ervaring, zowel in vapen en in de wet van Ohm. Bij dit soort vape moet je wel zelf je coils maken, dus je moet wel afweten hoeveel weerstand je batterij aan kan ten opzichte van je gloeidraad. Dus een fout maken bij deze berekening kan erge gevolgen hebben, dus zorg eraan dat je zeker weet wat je doet als je zo'n vape gebruikt. E-liquid en juice. Voor iedereen is er wel een soort van smaak van e-liquid. Of je nu graag fruitig, bitter of tabaksmaak hebt, er zal wel een e-liquid bestaan naar jouw smaak. Nu, met verschillende soorten merken en smaken komen er ook verschillende soorten prijzen. Dus is een duurdere smaak van e-liquid beter dan één die goedkoper is? Nu, smaken zijn voor iedereen verschillend, dus dat is iets wat je zelf zal moeten ontdekken. Niet iedereen heeft dezelfde smaak, dus als je begint met vapen, probeer zoveel mogelijk verschillende smaken en zo zal jij de prijsklasse en de smaak vinden waar jij je het beste bij voelt. Nog een verschil bij e-liquid is het aantal milligram nicotine dat er in de liquid zit. Nu, vapen is ontworpen om mensen te doen stoppen met roken, maar door de populariteit van vapen zelf kan je ook vapen zonder dat je eigenlijk de bedoeling hebt om te stoppen met roken. Het aantal milligram nicotine in de e-liquid zal helpen bij het afbouwen en de drang naar de sigaret. Je hebt e-liquids met 12, 8, 6 en 0 milligram nicotine. Uit eigen ervaring weet ik dat 12 milligram beter werkt dan 6 milligram nicotine. Maar dit zal allemaal afhangen van het aantal dat je rookte voor je gestart bent met vapen. Dus als je je vape gebruikt om te stoppen met roken, koop dan een paar e-liquids met een verschillend aantal milligrams nicotine. Zo kan je zelf uitzoeken wat het beste werkt om van die drang van die sigaret af te komen. Nog een verschil bij e-liquids is VG en PG. VG en PG zijn de basisen waaruit een e-liquid gemaakt wordt. Daar wordt dan nog een smaak aan toegevoegd en zo krijg je dan je e-liquid dat je gebruikt in je vape. Nu, in verschillende e-liquids heb je andere verhoudingen van VG en PG. VG zal ervoor zorgen dat je e-liquid dikker is en zal ervoor zorgen dat je meer rookontwikkeling hebt. PG zal ervoor zorgen dat je liquid dunner is en zal ook zorgen dat je een betere smaak hebt. Als je kiest voor een liquid met meer VG in, dus meer rookontwikkeling, zal je coil rapper verstoppen en verbranden, dus je zal je coil regelmatiger moeten vervangen. Wanneer moet je je coil vervangen? Na ongeveer een week van vapen zal je merken dat je smaak iets minder komt. Dit wil zeggen dat je coil aan het verstoppen is en die zal dan ook beginnen met verbranden. Je kan je coil wel nog gebruiken, maar als je natuurlijk een puurdere smaak wil van je e-liquid, zal je deze wel moeten vervangen. Een coil kan je niet schoonmaken, dus je zal deze moeten vervangen. Dus ga gewoon met je vape-toestel naar je vape-shop waar je hem gekocht hebt en zij zullen wel weten welke coil je nodig hebt voor je toestel.
moet je een vape-tank schoonmaken. Nu, het is niet echt nodig om een vape-tank schoon te maken, maar het kan wel. Als je enkel maar de coil vervangt, dan is dat ook meer dan genoeg. Nu, ik maak mijn tank om de maand schoon, omdat ik verschillende soorten e-liquids heb en soms blijven er nog wat reststanden in de tank zitten en krijg ik een niet zo pure smaak van de nieuwe e-liquid dat ik gebruik. Om mijn tank schoon te maken, demonteer ik alles. Was ik het in lauw water, dan laat ik het volledig uitdrogen en daarna kan ik dan alles terug monteren en kan ik de nieuwe e-liquid toevoegen aan mijn tank. Als je wil zien hoe dit in zijn werk gaat, zal er beneden in de beschrijving een link staan en zo kan je zien hoe ik mijn tank schoonmaak. Kan een vape-toestel ontploffen? Nu, we hebben allemaal wel eens een foto of een artikel gezien op sociale media van een vape-toestel dat is ontploft. Dus het antwoord is ja, een vape-toestel kan ontploffen, maar we moeten wel kijken waarom het vape-toestel is ontploft. Het onderdeel dat ontploft bij een vape-toestel is de batterij. Nu, dit kan een paar oorzaken hebben. De batterij is slecht of beschadigd, of de verhouding met de batterij en de coil is niet goed. Dus het kan zijn dat er een verkeerde tank of batterij in het toestel zat en daardoor krijg je dan een te warme batterij en gaat alles dan wel mis. Dus als je een toestel koopt, koop dan misschien een toestel in een kit zelf, waar dat alles bij zit. De coil, de tank, de batterij, de oplader en alles wat je nodig hebt. Ook als je het toestel gebruikt, wees dan alert. Komt mijn toestel niet te warm na een paar keer vapen? Als dit wel gebeurt, gaat dan zeker binnen waar je het toestel hebt gekocht. Misschien is er iets mis met je toestel of met de batterij dat erin zit. Maar wees gewoon voorzichtig als je een vape-toestel gebruikt. Nu, heb je zelf nog vragen over vapen, zet ze dan zeker beneden in de reacties. Ik zal mijn best doen om te antwoorden wat ik weet. Vergeet ook zeker niet te abonneren op dit kanaal en de video te liken of te delen aan iemand dat nieuw is aan vapen. En tot de volgende keer.